ken ik natuurlijk eerst als gemeenteraadslid en dan later als wethouder. En Jan is iemand die heel stevig in zijn schoenen staat en zakelijk ook furoren heeft gemaakt in zijn leven. En hij was als wethouder een kei voor de wielersport. Wat hij voor het West-Brabantse wielrennen en voor de jeugd heeft gedaan is bijna onbeschrijfelijk. En Jan belde mij 6 weken geleden op, 6 weken geleden, om mede te delen dat de Bike Riders, die zo prachtig mooi hadden meegewerkt met de CD, op zaterdag voorafgaande aan de CD-uitreiking in Willebrod een toertocht wilde hebben. Die wilde die noemen de Rini Wagmans toertocht. Daar heb ik gezegd, moet je niet doen, Jan. Want ik ben niet alleen. We hebben ook nog Jacques Anegraaf. We hebben in het verleden gehad Wim van Nest en Wout Wagmans. We zijn alle vier gele truidrager. Ik zou het een beter idee vinden om de Yellow Jersey Classic te organiseren. Ik heb Jacques Anegraaf gebeld. Jacques heeft volledige medewerking gegeven. Mijn eigen zoon heeft volledige medewerking gegeven. De Toffe Peer en de gemeente BMW. Iedereen die was in één keer laaiend enthousiast. En wat er vandaag gebeurde was dat ik een schitterende, prachtig mooie jonge mens, Jan Suikerbuik, aan de start zag verschijnen. Dat we onthuld hebben met z'n allen de herinneringsplakettes op de Dorpstraat. Dat we de Dorpstraat hebben gebruikt in 78 om daar een finish te laten plaatsvinden. We hebben ook die finishlijn onthuld vandaag. En Jan is gestart als een jonge god. Misschien wel de gezondste mens die gestart is vandaag in de Yellow Jersey Classic. En wat ik hoorde en wat we niet konden begrijpen en wat we nu nog niet begrijpen, is dat Jan niet meer is. Waar was u toen u het hoorde? Ik stond te wachten. Ik had een telefoontje gekregen dat wij precies op tijd binnen waren. Ze reden soms wat te snel en soms zus en soms zo. Maar de tocht liep wonderlijk wel prima. Het weer was fantastisch. Er was geen regen, er was niks, geen onweer of noem maar op. Want wij vrezen van de week nog voor het ergste dat we slecht weer zouden hebben. Maar het was een uitzonderlijk mooie zonnige dag. En dat op zo'n mooie zonnige dag zoiets triestigs moet gebeuren, het is niet te beschrijven en er is geen eens scenario schrijver die zoiets kan bedenken dat het zou gebeuren op één dag. Ja. Want u zegt, het was een hele gezonde man, dus het is onbegrijpelijk dat het kan gebeuren eigenlijk. Dat hij onwel is geworden. Ja, ik heb Omroep Brabant filmopnames zien maken en de mensen zullen versteld staan dat die jonge god die tussen ons in staat, Jan Suikerbuik is. En dat die s'avonds niet meer is. Dat is bijna niet te beschrijven. Dat is voor iedereen die met hem samenleeft en iedereen die er met gewerkt heeft en iedereen, ook zijn vrouw en zijn kinderen en noem maar op. Ja, is bijna niet te begrijpen dat dat kan. Dit is iets wat bijna, ik kan het niet verklaren. Ja. Wat voor man was het? Ja, je moest er goed en stevig mee omgaan. En in die zin, hij was heel kordaat. Heel snel in besluiten beslissen en hij kon geweldig mooie werkstukken afleveren. Zijn ideaal was om een rondweg te hebben om de gemeente Rukven heen. Zijn ideaal was om een mooi verzamelgebouw te hebben voor wat betreft nu gemeente, dus politiebureau, bibliotheek en noem maar op. En dat staat er ook allemaal. En hij was met BMW samen een hele sterke man om in deze hele moeilijke tijd eigenlijk grootste dingen te doen. Ja. Ambitieuze man. Ja, heel mooi, 54 jaar en een goede zakenman ook natuurlijk. Heel milieubewust. Ja. Ja. Wat heeft hij betekend voor de sport en misschien wel voor de wielersport hier in Sint-Willebrord? Ik vrees het ergste nu. Hij heeft zoveel betekend dat ik voor ons jonge coureurs en voor het doel wat hij stelde, dat wij voor die jonge coureurs iets moois zouden realiseren. Een opleidingscentrum hier in de gemeente Rukven, een museum en een soort opleidingsinstituut waar de jonge mensen een kans zouden krijgen om te slagen. En ik ben benieuwd wie er nu op staat om die fakkel over te nemen. En ik denk dat dat bijna, ik vrees het ergste, niet gaat lukken. Ja. Want hij had echt passie voor de wielersport. Hij was passie en hij was wielersport, ja. Hij was, Jacques Anegraaf vertelde dat mooi. En hij was een van ons, hij was wielersport. Wat gaat hij vooral missen? Zijn vragen en zijn telefoontjes dat iets moet.
geen andere keus. Gemeente Rukven heeft mensen nodig die iets betekenen, die iets doen. En we hebben een schitterend industrieterrein, we hebben een schitterend wegennet, we hebben schitterend zus en schitterend zo. Hij was heel positief ingesteld. En precies een leider, wethouder, met een geweldig BMW achter zich, goede burgemeester. En ik denk dat hij heel veel betekend hebben, positief voor de gemeenschap. Ja, het was een doener, begrijp ik. Ja, zo noemen ze dat, een doener, ja, klopt.